ben je daar? Dan heb ik een probleem met China. De brothers in arms. Man is gedroomd, maar de zon gaat er niet mee. En nu, kijk ze, hier zijn we ze. Dat is reporter 6. En dat is de reporter 1. We zitten hier in een cowboystadje. Ja. En er lopen hier veel ezeltjes. Ja. En het is hier fantastisch warm. Ja. We hebben vandaag al zeer veel regen gehad. Ook. Maar nu zijn we terug droog. Ja. Ongelooflijk. Dat was hier 3,5 kilometer hoog. Ja. We zijn gezakt in een spiraal dus, in die bergpas. Ja. Tot deze vergeten cowboystad. Ja. En ik kan het niet verwoorden, dat is voor ons speciaal voor onze vrouwen. Het is ongelooflijk. En dan we zeggen ongelooflijk, jullie zeggen ze, ah, ja, ja, ze zeggen weer ongelooflijk. Ik heb dat nog nooit gezien in mijn leven. En ja. Ik praat nu algemeen Nederlands. Hè. Ja, jullie gaan het niet geloven wat we hier al te zien krijgen. Ongelooflijk. Allemaal dankzij onze road captain, ja. Bart. Bart. Bacon van Akker. Bart de Nakker. Waarom bacon? Wel, zijn kop is verbrand tot van hier tot in Mexico. His head is like a red rock. En er ligt een schel vast geregeld op zijn voorhoofd. Boero. Boerekiet, kom maar door. Ja, gaan we nog een druk doen? Ja, nee, niet open. Nee, dan hebben we de deur getrokken daar. Dat is nog weinig misschien. Ja. Hola. Hé, hey, een aanval. Ja, zit zot. Een ander moet kijken, een ander zit fluiten. Een ander zit in tuut. Dat was dus het eerste Amerikaanse hardrockcafé, Annie's Place. Ja. En zij heeft dus het hardrockcafé uit de grond gestampt. Ja. Vanuit het cowboyleven na 35.000 Indianen gedood te hebben hier in het Navajo. Is het hardrockcafé door Annie ontstaan. Ja. En nu gaan we binnen bij Annie, maar dat kunnen we niet meer filmen. Jammer genoeg, de batterijen zijn plat. Was hij de eerste tracteur van de Indianen? Nou ja, hier op hier stond. Joi. Boero. Dat is een ander witte van Nou, ik ben dat zot. Ik kijk niet zot. Je hebt het gehoord, Tom kijkt ja, zot. Misschien? En Paul. Een boskabouter. Tom heeft ook nog een welkomstwoordje, denk ik. Ja, voor de mensen die het ook eens willen beleven, het is een echte aanrader. Niet normaal. Ik kan mijn ogen niet geloven. Ik heb ogen te weinig. New Diggins. Ga dat open? Nee, dat ook toe. Dat je alles sloten vindt. Zou je niet mijnen kunnen gaan? Ja, ik had er gewerkt van. Dat ik hier een foto wil trekken. Ja, dat was dus deel 2. Nog even het gebergte. Waar John Wayne vertoefde destijds. En Clint Eastwood. En the bad, the good en the ugly. Hier werd dus alles gefilmd en vastgelegd. Op camera. Voor het witte doek en de cinema. Nu gaan we daar ook de mijn binnen. Maar eerst gaan we naar Annie's Hardrock Café. Dank u.